De moskeebezoekers hier in Rotterdam doen massaal aangifte tegen Geert Wilders. Even kijken hoe gezellig dat wel niet is. Waarom mag ik hier niet filmen? Hey, blijf even van mijn spullen af. Het zijn mijn spullen. Dit is openbare weg. Ik mag hier gewoon filmen. Maar hij filmt mee. He? Hij filmt mee. Ik zeg tegen jou niet doen. Oké? Okay? Ik zeg tegen jou niet doen. Hey! Kapje met iets! Blijf van die camera! Kan hij nog van mijn cameraman afblijven, meneer? Ik mag gewoon met hem praten. Mag hij nog? Hij mag toch wel gewoon mijn cameraman even met rust laten? Kom op. Ja, maar hallo. Ik doe niks, ik val niemand aan. Laat zich nee. Iedereen mag wat zeggen. Blijf van mijn man af. Blijf van hem af. Dat is alles. Handen thuis. Dat is alles. Handen thuis, jongens. Jongen. Ja, maar in een verdomd hoekje nu. Ja, ach. Nou, even kijken of iemand nog een vraag wil beantwoorden, want daar zijn we hier voor. Gaan jullie doorlopen of blijven hier staan? Nee, ik wil graag wat aan mensen vragen. Alleen, ik word gelijk eraf gezet. Wat ga je vragen voor mensen? Wat ga je zeggen? Ik wilde gaan vragen of mensen nog aangifte gaan doen tegen Wilders. Jongens, is er iemand die wat normaals kan zeggen? Wij gaan hier weg, zodat we niet op elkaar blijven wachten hier. Ja, en dan sta ik hier gewoon tussen een groep mensen die mijn cameraman aanvalt. Wat is dit nou? U kunt toch niet zomaar weggaan? We gaan met z'n allen nu naar mijn koninkrijk. Als blijven we hier allemaal staan wachten op elkaar. Ja? Ja, nou, maar ik voel me niet helemaal veilig hier, meneer de agent. Daarvoor zeg ik dat als u nu ook meeloopt met de stoet, dan is iedereen hier. Ja, maar het is toch mijn recht om hier gewoon staan en te filmen? En ik moet hier nou weg omdat u gewoon weggaat? Nee, ik vraag of u ook meegaat met de stoet. En ik zeg dat wij hier weggaan. Ik vind het heel raar. Heb je aangifte gedaan tegen Wilders vandaag? Nee, nog niet, maar dat ga ik zo even doen. Waarom? Vanwege zijn discriminerende, buitensluitende uitspraken. Voel jij nou meer Nederlander of meer Marokkaan? Ik voel mij Nederlander, maar ja. Ik heb een Nederlands paspoort, ik ben hier geboren. Maar ja, je bent door Wilders, ben je ook Marokkaan hier, zo, hè? Je bent geen Nederlander. Op het moment dat je van mening bent, dus ik ben van mening dat hij de wet heeft overtreden, en dan is het zo in Nederland natuurlijk dat je terecht hebt om aangifte te doen en dat is terecht waar we gebruik van maken. En natuurlijk, het blijft een dilemma of dat je inderdaad daar, hem daar niet mee groter maakt, maar het belangrijkste is, wat we niet moeten vergeten, is dat het niet zozeer draait om Geert Wilders zelf. Wat wil je bereiken met je aangifte? Dat er wat tegen hem gedaan wordt, want dat kan gewoon, zo kan het niet. Het wordt een tweede Hitler zo. Of niet, dat vind ik. Wat hoop je dat er nu gaat gebeuren? Dat iedereen gezamenlijk aangifte gaat doen en dat het openbaar ministerie er wat gaan doen. Maar wat dan precies? Dat Wilders ook wordt aangepakt en gestraft. Nou stonden wij hier net... Kom nou een einde aan die dildo. Yes, komt ie. Ja, wij hadden hier net... Broeders, komt goed, Ines. Ines, geen eind. Ines, Marius, komt goed, Ines. Komt goed. Ja, wij stonden hier net voor de moskee. Kregen we ook gelijk allemaal mensen over ons heen. Wat vindt u daarvan? Komt goed. Ik wil even serieus roepen. Ik wil echt iedereen. Ik wil niemand uitsluiten. Ik wil ook mijn broeders, zoals ze dat noemen. De andere mensen zijn ook broeders. Ook niet de moslims, zijn ook broeders. Ja, want we zijn allemaal mensen. Behandel een mens zoals je ook zelf behandeld wilde. Dus ik wil iedereen in dit land roepen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik zeg het nogmaals. Ik zeg het niet voor mezelf, maar voor jullie allemaal. Bewaar de rust in dit land. Ga niemand aanvallen. Ga geen gekke dingen zeggen, want daar bereik je niks mee. Laten we elkaar niet uitsluiten, meneer Wilders. Uw vrijheid is ook onze vrijheid. En de vrijheid van alle burgers. En laten we dat zo behouden. Sini, we hebben net een heleboel mensen gezien die aangifte hebben gedaan tegen Geert Wilders. Wat vind je daarvan? Ja, die mensen zijn eigenlijk, als je het een beetje cynisch wil formuleren, een beetje dom. Want aangifte doen tegen Wilders is niet alleen hypocriet, maar het is ook nog contraproductief. Je helpt hem er alleen maar mee. Waarom is het hypocriet? Nou ja, kijk, wat heeft Wilders gezegd? Hij heeft gezegd, nou ja, als het kan even een stad met minder Marokkanen. En hij heeft gezegd, hij vraagt aan zijn publiek van, willen jullie meer of minder Marokkanen? Nou, als dat genoeg reden is om iemand aan te klagen, dan moeten we Hans Spekman aanklagen, Diederik Samson, Mark Rutte, Sabine Uitslag, de hele politiek moeten we gaan aanklagen. We moeten aangifte doen tegen de hele politiek. Ze hebben nog ergere dingen gezegd. Om een voorbeeld te geven, Diederik Samson die een paar jaar geleden zei, Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast.
een etnisch monopolie. Hij koppelt etniciteit aan overlast. Nou, dan moeten we hem ook maar aanklagen dan. He, dat is hypocriet. Ten tweede, Wilders vist naar een aanklacht. He, daar gaat hij groot mee worden. Want we moeten niet vergeten, Wilders zaait geen haat. Dat zeggen mensen wel, maar dat is gewoon dom. Hij oogst haat dat decennia lang heeft kunnen dooretteren. Onder meer vanwege de Partij van de Arbeid. En nu oogst hij dat. Ja, er is nog een derde argument, een principieel argument. Maar daar veel mensen in Nederland doen tegenwoordig niet meer aan principes. En dat is de vrijheid van meningsuiting. Behalve smaad, laster en oproep tot geweld moet niemand worden aangeklaagd. Helemaal niet politici. Dat hou ik gewoon niet van. Ik vind Wilders een... misschien is hij persoonlijk geen racist, maar zijn partij is een racistische partij. Hij is zelf een walgelijke figuur. Dat schrijf ik al jarenlang. Mocht ik vroeger niet zeggen. En nu gaat iedereen opeens aangifte doen. Het is gewoon een gimmick. Het staat gewoon helemaal nergens op. Wat zou je willen zeggen tegen bijvoorbeeld burgemeesters en wethouders die ineens aangifte gaan doen? Vooral de PvdA-burgemeesters. Ik zou willen zeggen, doe eerst aangifte tegen u zelf. En dan gaan we eens verder kijken.